Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe GTA 5 aflevering hier op mijn kanaal. Ik ben Melvin en wij zijn hier met Trevor in zijn auto. En ik weet ook al gelijk wat ik wil gaan doen. Ik wil de auto van Trevor een keertje gaan oppimpen. Ja, we hebben nu de auto gehad van onze lieftallige Michael. Vorige aflevering de auto van onze lieftallige Franklin. En nu is deze auto van Trevor aan de beurt. Ja, dat hebben we nog nooit gedaan en ik heb het ooit nog een keer eerder gezegd dat ik het wou doen en nu ga ik het dus ook doen. Dus laten wij deze auto maar even heel erg mooi oppimpen. Even misschien een ander kleurtje geven en gewoon er een hele mooie, nou ja, snelle tussen haakjes, want het is niet echt een super race monster, van maken. Dus dat gaan we gewoon proberen. En daarna gaan we gewoon verder met de missies die we hebben. We hebben een missie van Michael en een missie van Lester, maar die missie van Lester die laat ik nog even wat het is, want dat zijn niet echt bijzondere missies, al zeg ik het zelf. Maar wat ik wel weet is dat je met die missies onwijs veel geld kan verdienen. Maar dat zien we vanzelf wel. We gaan gewoon straks Michael worden en dan kunnen we deze auto niet pimpen. Deze auto kan je toch pimpen? Waarom is Los Santos Customs closed? Wat? Hoezo is die geclosed? Are you serious? Moeten we nu naar een andere ding toe en wat ben je? What the fuck? What the fuck? Wie ben jij? Wie ben jij? Ik heb geen flauw idee wie die man is. Ik rijd er wel gewoon overheen. What the fuck doet hij? Zie dit! Wat? Wat is dit? Moet je hem zien? Hij probeert op te staan. Moet je zien? Hij kruipt er onderweg. Oh my... What the fuck? What the fuck gebeurt hier? Is hij dood? Oké, volgens mij is hij dood. Oké, ik weet niet wat ik daar net heb gedaan. Maar, kijk of de Los Santos Customs nu open is. Ik weet niet, hij was net niet open of zo. Is hij nu wel open? Ja, nu is hij wel open. Oké, ik heb werkelijk geen idee waarom die net niet open was. Nou, laten we maar eens even kijken wat we allemaal kunnen kopen. En maken we gewoon even een snel autootje van. Yeah, jongens, ik heb even dit autootje helemaal gepimpt. Moet je eens kijken. Hij is best wel awesome geworden. Ik ben voor de paarse kleur gegaan. Ik weet eigenlijk niet helemaal waarom, maar dit is toch wel echt een heldenauto geworden, hoor. De wielen zijn misschien niet het mooiste, maar ja, dat doet me geen flikker. En oh my god, wat is hier? What the fuck, wie is dit? Wie is dit? Hallo, wie ben jij? Oh mijn god, what the fuck is dit nou weer dan? Rot even een eind op, joh. Hier, ga dood, hier. Hupsakee. Oké dan. Ik heb werkelijk geen idee wat dat was. Die man hebben we maar even mooi doodgemaakt. We hebben in ieder geval nu dit awesome autootje. Ja hoor, kijk eens even en... Serieus. Wauw, beuken we daar tegenaan. Maar wat ik nu ga doen is met Michael, jawel. Want dan hebben wij een missie die we moeten gaan doen. En die missie dat is... Ik weet het ook niet. Zou ik iemand dat er nog een andere heist komt? Alleen ik kan me die heist bij god niet meer herinneren. Dat is een heist met een brandweerauto. En... What the fuck gebeurde daar? Oké, ik heb werkelijk geen idee. Maar wat ik dus ga doen is met Michael. Ja, dat zei ik net ook al. En dan gaan we die missie starten. En dan had ik iets over met een heist met een brandweerauto. Want dat was tegen mij gezegd. Dat er een heist is met een brandweerauto. Ik heb werkelijk geen idee. Dus dat zien we vanzelf wel. Waar zitten wij in ieder geval? Wij zitten helemaal hier. What the fuck? Oké, sure. Maar waar gaan we heen? We moeten hier maar even langs. Kijk. En dan gaan we nu maar naar Michael toe. En dan zie ik jullie gewoon wel wanneer ik bij Michael ben. Ja, dat vind ik een eerlijk iets. Dat doen we gewoon, ja. En wij zijn aangekomen bij Michael's huis. Maar wat ik eerst even snel wil kijken is of hier een Centorno staat. Nee. Want jullie hadden me ook iets verteld dat die Centorno of in de garage of in het huis te vinden is. Maar dat is hij niet. Die auto ben ik gewoon kwijt. En ik ging even zoeken op internet en er zijn meer mensen die er last van hebben. Het is gewoon iets wat heel dom is gemaakt in de singleplayer van dit spel. Maar ja, we zijn thuis. En we krijgen weer zo'n triest muziekje van, kijk, ik ben helemaal alleen. Dan moeten we maar aan de whisky. Serieus. Oh, wow. Nou jongen, ga jij maar weer suipen. Want ja, je hebt een kutleven. Wie zou er zo meteen binnenkomen? Trevor? Dat zou wel echt heel erg raar zijn. Oh, wow. We gaan de hele nacht door film kijken en drinken. Hey. Wat? Wat doet Jimmy hier? Hey. I'm sorry I spiked you, okay?
I get so mad and I can't control things. And then, you know, shit just falls on top of me. My life sucks right now and I don't know what to do except I want to say I love you and hug it out. But all that wimpy shit is just, well, I'd say gay, but I have some friends who are gay, so that's not cool anymore. The ones that I don't really like, it's not because they're gay. So, lame, all right? You are just a lame and angry psycho sometimes. You do bad shit and things. I don't know if I love you, and I'm pretty sure I hate you a little bit, but I'm just so fucking upset that we can't even see each other. And you're just a drunk, lame dad. Nou, dat hoor je ook van je eigen zoon. That might just be the nicest thing anybody's ever said to me. So will you buy me a car? What? I mean, not in the so will you buy me a car kind of way, in a completely off topic, can you buy me a car? I mean, firstly, I'm a fat shit that you ruined. And secondly, I will get a job and I will stop smoking pot in that sort of way, okay? I love you too, son. Now, go. Get a job. Because I don't have the money to buy you a car. Besides which way, I'm probably gonna be dead in a couple weeks anyway. Please don't die, okay? It's great catching up with you too, Dad. Yeah. Wow, okay, hey. Dan. How's your mother? Oh, she's great. No, she's not. She's bored. I mean, all this mesmerizing tantric sex she's been having with a much younger, better built, caring and compassionate man is great and all, but what's she gonna do for the other 6 hours of the day? What the fuck? I'm just winding you up, you miserable bastard. She's mad at you. She's scared that you're gonna die, and she wants you to go over there and prove that you give a fuck. Alright, alright, alright! Okay, I can take then. A fucking hit! Let's go. We'll get Tracy on the way. Tracy, on the other hand, she's a star. Sort of. Sort of? Oh my god, no. I think mom's at Bean Machine. Bean Machine? Waar de fucking fuck is Bean Machine? Ik heb werkelijk geen idee, nog nooit van gehoord. Oh, wat? Het is ook maar een paar honderd meter rijden. Oké. Okay. What's been happening? You know, hey! I don't know, stuff? No. Oké. Okay. I don't know. Well, what's been happening with you? Ja, good leven. It's anyone's guess. Yeah. Yeah, that you is were out it. Of the city? Sure, you guys were gone, so I thought I'd, you know. There they are, outside. Waar zijn ze? Let's say hi. Oh, caffeine. Come on. Waar zijn ze? Wat? Vernon has been sluggish for weeks. Die man nog steeds? Lifestyle guru and a little bit more boy toy. Serieus? Excuse me, I'm trying to write a screenplay. Shush, woman. Hey, Amanda. Fabian. Michael. Hi, Mom. Hi, Jimmy. This is true. Okay. A picture of holistic well-being, I don't think. Hey. Maybe they shit once a year between them. Hey, oh! That's my son! Amanda, come. I have a new unitard on hold. You must pay for it. Hey! Hey! Buddy, I'm what? Gonna ask politely that you show my wife a little respect. Red meat has been blocking your chi as well as your digestive tract. I ain't even gonna go there. I'm gonna ask you one time, nicely. Michael, just hit him, please. Shush, woman! Anything for you, sweetheart. What are you doing? I had some really good work there, you dick! There's a lot more where that came from, Holmes. Is he alive? Yeah, he's fine. Listen, Amanda. Aww. I'm meaning to say to you, I just... What he's trying to say, Mom, is that he's a pathetic, old, drunken mess, and he needs you. And you could do a lot better than a prima donna yoga instructor with an anal fixation. Shut up! I guess we could try. All I'm asking for is a shot. Neutral ground. Dr. Friedlander's office. It's perfect. Okay. All of us. I'll pick up Tracy and bring her there. Meet you? Fine. Oh, I'd leave. Oh, cute. Get up, you idiot. Yoga? No yoga. All right, you know where your sister is, right? Yeah. Let's go. Wait, but what about that sugar, caffeine, and emulsified pig fat flavored beverage I want?
Another time. Wow, een andere keer. Holy damn. Jongens, jongens. Laten we in ieder geval maar gaan rijden. Tattoo? Gaat ze een tattoo nemen? Are you serious? Wow. Die Tracy is echt een vraagdochter. Tracy's getting another tattoo. No, oh god no. That Laszlo guy's there. Laszlo, that asshole. Oh, what wow. Do you want? It's Tracy that wants something. She wants to get back on Fame or Shame after you and Uncle T cut her cameo. Serious. Well, maybe we ought to help her out with that. Maybe we ought to. Hey, let me ask you. Back there with your mom. That went okay, didn't it? Anything that ends with Fabian's burst eardrum is more than okay with me. Yeah, I mean with me and your mom. I think it's an important first step in, like, the direction of okay, if you know what I mean. Here's ja, okay. Tattoo shop. Ja, hier is het. Nou, laten we eens kijken. Tracy, mijn dochter, hoe is het met jou? Tracy, are you in here? Something hip that, you know, says I'm capable of violence, but I'm awesome in the sack. So listen, babe. If you want to make it in Vinewood, you got to do whatever it takes. Even if whatever it takes is a depressed borderline alcoholic who hosts the third most popular talent show amongst the 40-year-old female demographic. So you'll let me on the show if I blow you? Yes. And if you could wear some black lipstick, the little guy loves the goth vibe. Oh. Whoa. Laszlo. Okay. That was entirely out of context, bro. Jim, you find the Inkslinger, sit on him. Laszlo here is gonna have a little cosmetic work done. No, please. Whoa, 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 whoa. Stay put, you lame ass Mark. Sure, kid. What? Yeah, okay. My punk days are long. Okay, we gaan voor zijn neus. Oh nee, dat was niet zijn neus. Tent over here, you fucking psycho. Oh, zijn neus wil ik doen. Ja. Pouty fucking hipster. Oh, fucking hell. Oh. Oh, that looks pretty. Here, let's get rid of this. Oh, my God, Papa Bear, what's Daddy number two? Think about this. Let's not get him involved. Holy fuck. That's a clean needle, right? Holy fuck. Okay. More Hep C. Oh no, shit. Don't. Hoe doen we dit? Okay, nu naar onderen houden. Naar onderen. Naar rechts. Naar boven en dan naar daarheen. En daarheen, daarheen, daarheen. Kom op, doe het nou goed. Godsamme, waarom is het zo lastig? Oké, okay, yes, hebben we hem. There we go. Oh, that's nice. You got like a camera phone or a mirror? Oh yeah, I'll get you a mirror. Smash you upside the head with it. Fuck this, man. Snip, snip. Oh, this is a real one-stop shop. When I get nervous, I evacuate my bowels. It's seeping out. Yeah. Oh, no, that's my signature, my ponytail. Now I gotta get extensions. No, what you gotta get is my daughter, whatever she wants. Yeah, without sucking on your piddle stick. Look, okay, guys, that was a joke. I'm a clown. I'm a sad, lonely little clown. Hey, you're gonna put her on your show, and you're gonna make sure she looks good. Look, okay, I got a lot of juice in this town, but I mean, I'm not a miracle. Just do it. Yeah. All right, Trace, let's go. We gotta get to the therapist. What? So, I'll like call you or something, okay? Bye. There's ever a family that needs therapy. My ponytail. How do I look? It's not good, is it? Who knew you could use so a tattoo gun? It's one of those skills you pick up in prison. You know. Inking your name on your cellie's ass. So slecht, okay. Come on. No. Wow. White. Nou, we moeten nu naar de therapist. Want wij gaan weer in therapie, jongens. Om ons gezin weer in orde te krijgen. Not so difficult, but your therapist hasn't exactly been transformational to your mental health. So I don't know. Ja, ga verder. I don't know why he'd be better positioned to help. Four dysfunctionals. Hey, this was your mother's idea. Inderdaad. I guess he beats yoga. Pop, now he beats yoga. Literally. Like Fabian, around the head with the laptop. Oh yeah, like pow. Our old man released the dude's inner tranquility all over the beam machine Fabian. To be honest, echt, and I know it's karmically bad, but yeah, I fucking hate that dude. Yeah, I know, right? He's so up his own ass. You're a fucking contortionist. Whoopee.
I contort my junk all day long and I don't act all superior about it. Just a little ashamed and empty inside. Overshare. Yeah. Hey, guy was talking smack to your mother. Well, I applaud you, Pop. Here, here. You're like finally like using your powers of selfishness and rage for like good. Not an objective universal good, but like a subjective what's in our best interest kind of good. Fuck yeah, awesome. Let's rob somebody. Do it, Dad. Yeah, do it. What? Enough, okay? I love that we're getting along, but knock it off. Yeah, don't like actually rob a liquor store. That might like kill the mood. Fucking wow. Let's do that shit. Hey, how about you just let your mom and me talk, okay? We got some issues we gotta iron out. And seeing as you two aren't into it, you can just sit there and be quiet. That's cool with me. I got all the prescriptions I need, at least for the meantime. Thank you. No, hey, Zijne. Let's go inside. Okay. Ja, ja, we komen eraan. We gaan mee. We gaan met z'n allen op therapie. Met de hele familie. Gezellig. Gezellig op therapie. Amanda. Hello. Good to see you again. Michael. Hallo. Glad. Hallo. Hallo. Isn't this great? Fantastic. Michael, be positive. I am positive. This is me being positive. Give it up, Michael. The sarcasm. It's one of the reasons I moved out. It's beneath you. No, it's not, Amanda. Trust me. Nothing's beneath me. No, normally there's a whore beneath you. Oh, wow. Someone who spends every waking moment working on themselves inside and out, I gotta tell you, the progress has been really fucking slow. How would you know what progress is like, you stupid murdering shit? because all you do is whine at me. Oh, all I do is whine. Michael, could you please stop murdering people? Michael, could you please stop endangering me and the both of your children? You kill people and then you sit in the sun and drink and feel guilty about it. That is not work. I don't see you complaining on the way to the fucking bank. Nou, gezellig. I mean, let's face it, Amanda. We're trailer trash, you and me. We were taught to do this. Get a center, Michael. You have no center. How about you suck my cock? Huh? No way. We'll both get a center before that ever happens. You are such a fucking animal, a deranged animal. Fucking ain't right, I'm deranged. Not gezellig so. How could I not be? I should have had you locked up years ago, you stupid shit. Oh. I'll put you in the fucking ground with the rest of them. Oh. And that's really all the time we have. Oh. Great. I think we made some real progress there. Oh, Michael. I hope this goes without saying, but family work is a little more expensive. What, double? Squared. Wow. Wow. Hey. So you gonna come home with me or what? Guess we'll give it a try. Oh, dat toch nog wel. All right then. Nou, dat vind ik wel mooi voor Michael. Kids. Let's go. Ga jullie maar naar huis. Papa die blijft hier. Oh, we moeten hem wel thuis brengen. Is helemaal goed. Dit doen we en nu geen ruzie maken, hè? Want dat is niet leuk. You know, dat is papa niet leuk. There. I thought. What? I don't know. Like maybe we still had a ways to go. You know, like maybe we need more time. Time for what? Time to move beyond screaming at each other. That was cathartic. Catharsis all over my face. Ooh, I got a warm, fuzzy feeling. Probably just the meds you rated. Okay. Cathartic. Gezellig. All right. I just don't want it to be more of the same. Now you're the one making the demands? No, not demands. I'm saying you're right. Something was broke, and we gotta work at fixing it. We do. All of us. Yes, The real peeps. Because I started to understand something in there. No one else gets this family. Not Dr. Fender, or my yoga teacher, or our tennis coach. Or the juice guy, or the dog walker. Hey. Or Jimmy's third grade teacher. Or the trash guy. Or dad's proctologist. Or the guy that thinks he's Jesus on Vespucci Beach. Or the heavy bum who thinks the world is ending.
We're stuck with each other. I mean, how do you explain faking our deaths, changing our names, all the lying to the FIB? That monster, Trevor. There's no explaining Uncle T. Hey, is he coming to the next therapy session? Zo slecht dat gesprek. Nou ja, we zijn in ieder geval thuis. Helemaal mooi. Kids, let's go. If you find dead bodies, cheap women or Trevor Phillips, we're checking into the Rockford Hills Hotel. Nou, gezellig. Wat gaan we nu doen? Gebeurt er iets? Oh! Reuniting the family. Expand. Mission time. 17 fucking minuten ben ik hiermee bezig geweest. Amma hula zeg. En waar gaan wij naartoe? Wat? Waar zijn wij ooit? Dit is sowieso Trevor. Yep, what the fuck? The morning after the night before. What the fuck heeft hij gedaan? What the fuck? Oké. Nou, laten wij maar deze boot pakken. Ik heb werkelijk geen idee wat hij hier helemaal doet. Maar ja, we hebben wel een hele supersnelle speedboot erbij gekregen. Kijk eens aan, joh. Zie, dit is wel mooi spul, hoor. Dit is mooi spul. Yeah, check dit, jongens. Woo, awesome. Maar wat ik nu nog even wil gaan doen is... ik weet niet, we kunnen met Franklin spelen. Is ook misschien nog wel even interessant. We kunnen nog wel even kijken naar de vehicle impound van Michael en... van Trevor en Franklin. Want jullie zeiden dat er misschien ook een kans was dat daar nu mijn wapen was. Maar daar ga ik niet vanuit. Ik zei wapen, ik bedoel Zentorno. En wat de fuck ligt hieronder? Zien jullie dat? Daar ligt wat. Daar gloeit wat. Wat is dat? Wat de fuck is dat? Er is hier wat onder. Oh, wat? Waarom ligt hier een fucking medkit? Hey, pardon, wat zeg jij tegen mij? Jij bent hier met de verkeerde man aan het fucken, vriend. Jij bent hier met de verkeerde man. Wij gaan, helaas, aan jouw leven een einde maken. Waarom noem je mij een freak? Hier, ga dood. Woo! Zo, ja, dan moet je mij maar geen freak noemen. Sorry, vrienden. Als ik jullie vrienden kan noemen. Dat kan ik niet. Maar oké. En ik hoorde hier ook iets van een boot of zo. Hoorden jullie dat? Oh, een jetski. Oh mijn god. Hier, neem een kogel. Haha, motherfucker. Zo, wij zijn hier nu nog wel een beetje helemaal alleen. Oh, misschien kunnen we wel even voor de gein op een jetski gaan. Zullen we dat gewoon doen? Gewoon YOLO. We gaan gewoon op een jetski. En wat ligt hier? Wat is dit? Waarom ligt daar een fucking random... Oké, nou ja, boeien. We pakken wel gewoon zo'n jetski en dan gaan we even varen. Kom op. Klim erop. Ga varen. Kom op, vaar. Yeah, jongens. Kijk eens even aan. Hebben we een jetski. Fucking awesome. Holy damn. Ik vind het trouwens wel een van de mooiste gebieden van GTA. Deze kust. Oh, we gaan nu ook gewoon naar die vuurtoren toe. Die vuurtoren, daar is echt zo immens mooi, jongens. Daar, die natuur, dat is echt gewoon fucking awesome. Dat wil ik jullie nu gewoon even laten zien. Ook al denk ik dat jullie dat wel eens hebben gezien. YOLO, ik ga er naartoe en dan gaan wij gewoon even genieten van... hoe mooi het daar is. Nou ja, in ieder geval, ik zie jullie wel wanneer ik daar een beetje in de buurt ben. Ja, jongens, daar is de vuurtoren. En echt waar, holy damn, wat is het gebied hier ontzettend mooi. Ik heb echt gewoon heel erg genoten van alles wat ik hier heb gezien. Ja, serieus, dit is gewoon een van de mooiste stukjes natuur in GTA, al zeg ik het zelf. Helaas is het nu wel fucking mistig, waar ik echt ontzettend van baal. Omdat het hier serieus echt gewoon onwijs mooi is wanneer de zon schijnt. Dat is echt, holy damn. En hey, we kunnen hier een race starten. Ja, nou, fuck die race maar even. Ik heb geen zin om nu een race te doen. Nee, wij kunnen in ieder geval misschien wel even kijken of we hier ergens naartoe kunnen varen of zo. Ik weet niet. Zullen we kijken wat hier is? Of voor mij is die gewoon iets wat dood loopt. Ja, zie, dit loopt dood. Oh, oké. Nou ja, we stappen hier al gewoon af. Hupsakee. En dan gaan we hier wel gewoon even op land. En dan gaan we even kijken of we iets moois kunnen vinden. Er staat hier voor mij ook namelijk bij dit huis hier ergens. Dat huis daar is voor mij een hele oude tractor. Dat is als het ware een soort van speciale vehicle waarvan je zou zeggen van... oh, daar kan je niet op rijden en toch kan het. Misschien is het wel leuk als we die even kunnen gaan vinden. Zullen we dat gewoon doen? Dan gaan we gewoon proberen. Oké, we gaan gewoon daar naartoe. Dan gaan we naar het huis. Dan gaan we kijken of we die auto kunnen jatten. En wat hier trouwens ook nog in de buurt is, dat is een glitch. Of een glitch, ik bedoel een easter egg, wauw. Dat er s'nachts nog wel eens hier wat kan komen. En dat is dan een geest. Ja, die kan dan van een bepaalde afstand kan je die zien met een sniper. En ja, dat is ook wel een interessant iets om misschien een keer te proberen. We hebben in ieder geval even deze auto. We gaan niet bruggetje over. We gaan nu richting dit prachtige, prachtige oude huisje. Helaas is het echt mistig. En daar baal ik van. Waarom moet het nou weer fucking mistig zijn?
Waarom? Dat is toch niet leuk? Fuck die mist. Echt waar. Nu kunnen we niet genieten van de omgeving hier. En... hey! Hallo, meneer! Ik loop in een onderbroek. Leuk, hè? Nee, maar zie, dit is die trekker waar je in kan rijden. Fucking ouderwets ding, je kan er gewoon in. Zie dat dan. Oh mijn god, joh. Yeah! Bitches! Check dit dan. Woo! Dit ding is echt zo fucking oud. En je kan er gewoon in rijden. Dat vind ik echt gewoon zo fucking grappig, hè? Dat je hier gewoon op mag rijden. Ah, dit is echt fucking mooi. Maar helaas is het hier niet echt zo heel erg mooi nu met die mist. Mensen, ik zal gewoon een keer proberen dat we hier nog een keer naartoe kunnen gaan. We hebben in ieder geval deze trekker waar ik misschien nog wel even op ga crossen, jongens. Check dit dan. Yeah! We hebben echt een heldenauto nu. Holy damn, check dit. Hij gaat ook nog best wel snel trouwens. Dit ding, dat is een oud trekkertje, maar dat doet het nog gewoon. Holy shit, joh, wat is dit? Waar de fuck gaat die auto heen? Ik heb werkelijk geen idee. Maar wat ik wel weet, mensen, is dat ik hier de aflevering ga beëindigen. Dus, heb je genoten van deze aflevering? Druk op dat blauwe duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter hier, beneden in de comment section. Ben je nog niet geabonneerd op mij? Druk snel een knopje. Beneden die mensen hebben je al op de hoogte. En dan wil ik nog maar eens zeggen tegen jullie. En dat is... doei, mensen!